dus nu tijd voor officiële bandfoto's waarmee we goed voor de dag kunnen komen. Kees de Bak is onze fotograaf die ons verwelkomt op het NDSM-terrein. Kees de Bak, hoi. Dit is de Garden of Love. Hoi, Kees. Hallo. Hey, we gaan fantastische foto's maken, hè? Hoi. Hey, hallo. Kees is een waanzinnige popfotograaf die de grootste sterren der aarde voor zijn lens kreeg. Tijd voor styling en make-up. Zo. Hoe voelt dat nou? Ja, hartstikke leuk. Ja. Helemaal geen make-up en alles? Ja. En wat bedoelde je nou net toen je zei... ik wil een beetje opgemaakt worden als een drummanier? Nou, omdat het mooi is. Net zoals Jamie. Die is ook heel mooi gemaakt. Jamie van Duijmert. Ja. Die is ook heel mooi gemaakt. Ja. Heb je dat wel eens gezien dan? Ja. Waar heb je dat gezien? In de hitkrant heb ik van hem. Aha. In de hitkrant. Oké. Okay. Hey Niels, en als je hier nou zo zit, hè? Wat vind jij mooi aan jou? Dat ik er knap uitzie. Dat je er knap uitziet? Ja. Gewoon helemaal alles knap? Ja, volwassen. Volwassen? Ja. Eigenlijk vind je jezelf gewoon hartstikke mooi. Ja. En zijn er ook dingen die je minder mooi vindt aan jezelf? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik vroeger gepest werd en toen had ik zo'n gevoel, ik ben niet zo mooi, omdat ik dat een andere mij ging plagen daardoor vroeger. Ja. Maar ik voel me op een moment voel ik me mooi, omdat andere een heleboel mensen mij mogen, zeg maar. En dat ik mijn zus zo aardig vind. Nu Mark en André mij mogen en dat ik iedereen... Dus eigenlijk ben je gewoon van binnen helemaal gelukkig. Ja. En daarom voel je je mooi. Ja. Nou, dat had ik zelf niet beter kunnen verwoorden. Nee. Yes, I understand that every life must end. Kijk, mannen. Zwarte koffie. Hebben ze misschien ook thee van thee tussen een pikwik misschien? Nee, dat is hier helemaal heel zo'n hip dingetje. Hebben ze allemaal van die moeilijke thee. Maar ik kan het wel even voorlezen wat ze allemaal hebben. Dit is gewoon Earl Grey. Ja. Dit is vrij normale. Neem je die? Normale. Normale, heel goed. En wat denk je nou wat er belangrijk is vandaag voor zo'n fotoshoot? Onze looks. Ja. En dat die foto er goed uitziet. Daar gaat het mij om. Ja. Het gaat mij alleen om de bint, Johnny. Ja. Ik heb tranen een beetje. Nou, kom. Kijk hè. Ja. Tranen te veel. Heb je anders je bril vast? Niet. Tranen van geluk. Ja, dat is een goeie. Ja, dat is een goeie. Wat wou je zeggen tijdens de optreden? Tijdens de optreden, dan krijg je ook wel een gevoel, hè, als het goed gaat. Hè, dan krijg je ook wel eens het gevoel van, hey, damn, ik ben iemand anders. Maar joh, als het goed gaat, ja? Dan krijg je ook een gevoel van, hey, damn, ik ben iemand anders. Maar dan denk je van, hey, wacht eens even, nee, ik ben mezelf. Ja? Wacht eens even, ik ben gewoon mezelf. Maar hoe komt dat dan? Omdat ze goed speelt. Goed, lekker spelen. Dan zit je er helemaal in. Dan vergeet je alles. Ja. Dat was bijna mijn koffie. Ja, dat was bijna je koffie, ja. Hier, drink hem maar gauw op, anders wordt hij koud. Boys. Ik even laten zien. Wow, gaaf man. Ziet er goed uit, Albertine. Gek, hè? Nou, dan mag jij hier gaan zitten. Die jongens waren wel enthousiast net weer, hè? Ja, heel enthousiast. Wat grappig, die reacties. De reacties, hè? Ja, wat grappig. Ja. Heb je eigenlijk een vriendje? Ja, ik heb een vriend. Aha. Ja, ik ben verloofd en ik ga aan het eind van dit jaar waarschijnlijk trouwen. Dat meen je niet? Ja. Gefeliciteerd. Oh, dank je. Ah. Weten die jongens dat wel? Nee. Alleen de drummer. Niels. Weet het, ja. Maar de rest weet het niet. Oh.
Ik weet niet hoe dat aan gaat komen hoor, bij die jongen. Oh jee. Nieuws, kijk deze. Wat vind je zelf? Wat moois. Zit er deze aan? Ja, die kan aan. Tobias is aan de beurt. Hij blijkt heel veel van AC/DC te weten. 1991 gaven ze een show in Londen ergens en daar hadden ze 72,500 toeschouwers. Dat is veel. Dat is heel veel. Ja. Ja. Hoe weet je dat allemaal, dat soort dingen? Zoek ik op Wikipedia. En dan onthoud je dat gewoon? Ja. Onthouden? Ja. Zie je jezelf ook wel eens voor zoveel mensen optreden, misschien ooit een keer? Oh ja, tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Met deze band? Ja, zeker. Voor 72.500 man? Als dat zou lukken, wel. Ja. Droom je daar wel eens van? Ja, daar droom ik heel vaak van, ja. Dat wij binnenkort op een... gewoon een heel groot festival zijn, waar heel veel mensen bij zijn. Denk je dat jullie daar goed genoeg voor zijn? Dat weet ik nog niet. Nee. Dat weet ik nog niet. Maar we zullen zien. Hoi. Hey. Ik heb een vraag aan jou. Ja? Ik hoorde dat jij gaat trouwen. Ja, dat klopt. Ik ga trouwen, ja. Met John. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. En wanneer is dat? We hebben nog niet echt een datum geprikt, maar ja. We willen op 11-11-11 gaan trouwen. Oh, september. November. 11 november. Leuk. Ja. Ja. En wat dacht je? Ga je ja zeggen? Ja, tuurlijk. Dan ben je gewoon toch? Ja. Ja. Hey, hoor ik dat jij een feestje hebt? Ja. Ja? Ja. Wat voor feestje? Een trouwfeestje. Zo'n trouwfeestje? Ja. 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 Mogen wij ook komen? Ja, mogen, natuurlijk. Mogen we komen? Ja. Yes. Nee. Ga je tegen de muur aan staan, zo, dan heb je de gitaar zo. Mooi, kijk naar mij. Mooi. Doe het net alsof je speelt. Doe je even zo. Ja, maar Johnny. Ja? Ik hoop dat jij wel hetzelfde verwacht zoals ons, toch? Dat we binnenkort beroemd zijn en dat we optredens geven. Dat hoop ik ook natuurlijk wel. Oké. Optredens in ieder geval. Optredens in ieder geval. En beroemd worden, ja, dat is gewoon heel hard repeteren. Gewoon heel hard repeteren, maar. Ja, heel veel oefenen thuis met die bas. Mm-hmm. En hard werken. Dan bouw je het op. Dan bouw je het op, ja. Ja. Maar ja, het is geen garantie. Nee, het is geen garantie. Snap je? Je moet ook geen garantie tot succes. Nee. Ja, maar we doen ons best, daar gaat het om. Ja. Gaan gewoon het best doen. Ja. Klopt als een bus aan. En we rocken in ieder geval. Ja, dat juist. Sowieso. Dat kunnen ze jullie in ieder geval niet kwalijk nemen, dat jullie niet rocken. Dus gaan we even hier even een mooi neerzetten. Kijk die, ja, goed, komt die. Beetje ontspannen zo. Zo. Kijk, mooi.